Gewis-spion ongevraagd en vooral onverwacht het nabij GP-kwartier binnendringt. Blikken verstarren, gesprekken verstommen, Spaanse ogen schieten vuur, Vlamingen houden zich stoer. Alleen Auerot Rominger blijft Olympisch kalm. De buitenwipper met dienst kent duidelijk zijn stijl niet. De ploegleiders Fernandez en Lefebvre plegen topoverleg. Een snelle beslissing dringt zich op. Mapei is een multinational, wil in alle omstandigheden klasse tonen en doet dus niets. Alleen de ploegentijdrit telt, de voorbereiding begint bij het ontbijt. Tristige kost wat ze hier smorgen eten. Zo. Dus niet slechter dan ergens anders. Je zal het zelf afhalen. Muesli. Melk met wat granen bij. Melk met granen. Brood met confituur of met honing. En dan nog een zonderling die nog pasta eet en dat, daarmee heb je het gehad. Wat krijgen ze hier nog voor die tijdrit? Suiker en vitamine C. Dat is alles. Dat is alles. Van Mol breekt het ijs, de ploegleiding is gerust. De renners duidelijk niet. Zenuwachtig, rusteloos, door een virus bezeten. Bowmans of Peters, de Belgen staan onder druk. Dus niet slecht een beetje schrik hebben, hè? Want ik denk dat de reputatie van de Belgen vandaag op spel staat. Hè? Ze zijn in de ploeg genomen voor het voorjaar. En omdat ze sterk zijn in de ploegentijdrit, dan vooral Carlo en Wilfried in de Tour. En ze hebben niets te verdedigen vandaag. Hè? Het zou natuurlijk spijtig zijn als je vandaag zo'n slechte dag moest hebben. Terwijl vandaag eigenlijk heel belangrijk is. Deze Kempenzoon gaat vandaag de dag van zijn leven hebben. Ik hoop het, maar we zullen achter de wedstrijd te kijken. Kom aan, kom. Ik hoop het. We zullen zien. De 15, de 14, de 13 niet zoveel gebruikt worden. Die drie. Ja. Dat is een vlagstuk, want er is een rechtstuk bij, dat valt wel 12 worden, 12,54. 54,12, het grootste verzet. Het parcours is licht golvend, niet super zwaar. 67 kilometer lang. GB Mapei verkent de eerste 20 kilometer in de wagen, de rest op de fiets. Ze zijn met 7. Escartin. Peters. González, Museu, Bowmans, Mauleon en Bortolami. Rominger en Tafi ontbreken. Tafi heeft keelpijn. Rominger verkent nooit het parcours van een ploegentijdrit. Er wordt niet gereden in een vaste orde. Een zwakker wordende schakel zou die alleen maar ontregelen. Je moet bijvoorbeeld proberen naar 60 per uur te rijden. Dat de aflossingen vloeiend zijn. Zonder dat er iemand is, zelfs als hij sterker is dan de andere, dat hij zonder bruikse tempoverhogingen die aflossingen doet. Dus hij moet dan maar in plaats van 200 meter op kop te rijden, 500 meter op kop rijden. Maar hij moet wel die aflossingen zo vloeiend mogelijk laten verlopen. Ik denk dat je een beetje goede vrienden moet zijn. Voor elkaar willen door vuur gaan, diep gaan. En goed kijken dat iedereen constant mee is in feite. Probleemgevallen zouden wel eens de Spanjaard González en de wat vierkant draaiende Bortolami kunnen worden. Vraag is hoe lang je die moet meeslepen. De eerste 2 kilometer gaan we zeker niet voluit. Dus die helling, we blazen niemand zijn motor op. Dan na 5 kilometer komen we op stoom. En de laatste 20 kilometer wachten we op niemand meer, behalve Rominger en Michiel. Museu en Bowmans zijn belangrijke pionnen. Zij bepalen in de moeilijke aanvangsfase het ritme tot de rest onder stoom geraakt. De drie Belgen kunnen van hun sportdirecteur een tevreden man maken. Een euforisch man als we gewonnen hebben. Een tevreden man als we Banesto op minimum 45 seconden gereden hebben. Hé, Wout. Nog een keer. We weten al dat Gewis heel de Giro tegen ons gereden heeft. Hè? Dus we zien die trui niet graag. Hè? Ik wist dat ik u kon beurten. Eigenlijk kon ze kopen in een GB's, hè? 9,99. Genoeg gelachen. We maken.